Goedenavond. Straks komen in Per Secondewijzer 9 onvervalste Utrechters aan het woord. Daarvoor een Bredanaar en nu eerst een Wassenaarder. Mijn naam is Frans van den Berg. Ik woon dus in Wassenaar, zoals u al zei. Ik heb mijn hele leven Engels gedaan. Mijn beroep was dus ook leraar Engels. En zeg je dat eigenlijk? Wassenaarder? Wassenaarder, ja. Dat heet zo. Ja. U zit in de fit. Fut. Ja. Fit in de fut. Ik ben er ook al uit. Uit. Gepensioneerd. Gepensioneerd. En hoe lang heeft u lesgegeven? Heb ik alles bij elkaar 38 jaar gedaan. U speelt hier in de sector, zoals wij dat noemen, geschiedenis. Ja. Ik wens u buitengewoon veel succes in de eerste ronde. En hier is de eerste vraag. Toen Floris de Vijfde tegen een ruime vergoeding van de Franse koning zijn bondgenootschap met de Engelse koning Edward opzegde, gaf Edward opdracht om Floris te ontvoeren. En die kwam daarbij om het leven, met als gevolg dat miljoenen schoolkinderen eeuwenlang het jaartal 1296. Ik heb niks gevraagd. Nee, is er al. 1296 uit hun hoofd moesten leren. 9 namen nu uit het leven van Floris de Vijfde. Elisabeth Plantagenet, Kasteel Radboud, Muiderslot, Ridderzaal, Jan de Eerste, Willem de Tweede, Gerard van Velzen, Gijsbrecht van Amstel en Beatrijs van Vlaanderen. U gaat afbeeldingen zien. En als u dan meteen al weet wat ik bedoel, mag u het roepen. U mag ook rustig afwachten tot ik er nog iets bij gezegd heb. Alles mag. Als maar het goede antwoord komt. Hier is 1. Kasteel waar Floris... Muiderslot. 2. De vader van Floris de Vijfde, omgekomen in slag tegen de West-Friezen. Dat was Willem de Tweede. 3. Werd door Floris gebruikt als dwangburcht. Radboud. 4. Echtgenote van Floris, dochter van zijn politieke tegenstander. Dat was Beatrijs van Vlaanderen. 5. De zoon van Floris, laatste graaf van het Hollandse huis. Jan de Eerste. 6. Leider van de samensweerders die Floris gevangen namen. Gijsbrecht van Amstel. 7. Hier was het hof van de graven. De ridderzaal. 8. De zoon van Floris was vanaf zijn geboorte met haar verloofd. Gerard van Velzen. 9. De moordenaar. Met haar verloofd. Ja. Dus de vraag is, wie het meisje? Inderdaad. Elisabeth Plantagenet. 9. De moordenaar op wie al in hetzelfde jaar wraak werd genomen. Gerard van Velzen. Stop. Ja, we hadden nog even een rondje tijdens deze rit. En dat kan allemaal, als het allemaal goed afloopt tenminste. Zijn er 5 goed? Ja, dat denk ik wel. Goed. Dat onvergetelijke jaartal 1296. Daar heeft het allemaal mee te maken, deze vraag. Kasteel waar Floris gevangen werd gezet, dat is Muiderslot natuurlijk. Ja, dat was niet echt moeilijk begin, maar je moet er toch een beetje inkomen hier. De vader van Floris de Vijfde, Willem de Tweede, is goed. En de dwangburcht, kasteel Radboud, bij Medemblik. Bij Medemblik. Is goed, derde goeie. Dit is de echtgenote van Floris, Beatrijs van Vlaanderen. En Jan de Eerste, de zoon van Floris, werd maar 15. 5. Is goed. Dan de leider van de samensweerders, Gijsbrecht van Amstel. Dat is de 6e goeie. En dit is natuurlijk de ridderzaal. Heeft u goed gezien. Ja, toen kwam er even verwarring. Maar de zoon van Floris was vanaf zijn geboorte met haar verloofd. Haar is Elisabeth Plantagenet. Goed. En de laatste, de moordenaar op wie al in hetzelfde jaar wraak werd genomen. Gerard van Velzen. Alles is goed. U krijgt een joker. En ook nu vraag 2. Uit het Oude Testament heeft tenminste 1 tekst het tot de top 40 gebracht. Dat is het lied By the Rivers of Babylon. Ja, ik ga u niet vragen wie dat zong. Ja, dat was die groep. Groep een jaar of 20 geleden. Boniem. De stad Babylon werd door Xerxes vernietigd en zou ruim 2000 jaar een ruïne blijven. Pas 15 jaar geleden werd met de wederopbouw begonnen. Een project van dictator Saddam Hussein. Over het Midden-Oosten gaat deze vraag, zo ziet u al de lijst, Hammurabi, Nebukadnezar, Mesopotamië, Zarathustra, Sikurat, Gilgamesh, Harun al-Rashid, Darik en Ur of Ur maar ook. Ik ga 9 keer een korte uitleg geven van al deze namen. En dan moet u zeggen wat bedoeld wordt. 1. Profeet en stichter oud-Persische godsdienst. Zarathustra. 2. Land tussen Eufraat en Tigris. Mesopotamië. 3. Sumerische stad met rijke koningsgraven. Ur.
4. Babylonische koning, eerste samensteller geschreven wetboeken. Harun al-Rashid. 5. Hij verwoestte Jeruzalem en voerde Joden in Babylonische ballingschap. Dat was Nebukadnezar. 6. Gouden munt, genoemd naar Persische koning. Darik. 7. Mythische held op zoek naar onsterfelijkheid. Gilgamesh. 8. Type torentempel uit oude Mesopotamie. Zikkurat. 9. Kalief van Bagdad had vriendschappelijke band met Karel de Grote. Dat was Harun al-Rashid. En waar ik Harun al-Rashid zei, was het Hammurabi. Stop. Het was een heldere verbetering. Zijn er 5 goed? 9, denk ik. Niet dat ik dat vroeg, maar uiteindelijk komen we wel daarop. Van 1725 tot 1680 voor Christus leefde Zarathustra, dat is de eerste goede in elk geval. En het land tussen Eufraat en Tigris, Mesopotamië, is de tweede goede. Ur, Sumerische stad met een rijke koningsgraven, is ook goed. En de Babylonische koning, de eerste samensteller van de geschreven wetboeken, Hammurabi, is inderdaad goed. Nebukadnezar verwoestte Jeruzalem en voerde de Joden in Babylonische ballingschap. Het is de 5e goede. Naar Darius de Eerste is deze gouden munt genoemd. Darik is goed. En de mythische held Gilgamesh is de 7e goede. Type torentempel uit oude Mesopotamië, Zikkurat, zag u ook goed. En de kalif van Bagdad, dat is Harun al-Rashid. Inderdaad. Weer alles goed. De tweede joker, vraag 3. Atlas was een van de titanen die na een lange strijd door oppergod Zeus werden verslagen. De titanen werden vervolgens in de diepste afgrond van de onderwereld gegooid. Maar voor Atlas had Zeus een andere straf. Hij moest voortaan de wereld dragen en wordt daarom afgebeeld met een bol of een bal op zijn rug. Het is eigenlijk een bol, maar bal komt ons beter uit, want wij hebben hier 9 klassieke figuren die ook bekend zijn door een bal. Namelijk Hermes, Ajax, Heracles, Leonidas, Caesar, Xerxes, Neptunus, Achilles en Fortuna. Niet alleen klassieke figuren, maar ook namen van voetbalclubs, sportclubs en meestal ook voetbalclubs. Nou, die gaat u zien, niet die clubs, maar die klassiekers. Ik vertel iets voor zover nodig. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat u daar een goede naam bij geeft. 1. Griekse held uit de Trojaanse oorlog werd door Odysseus overwonnen. Ajax. 2. Hoofdfiguur in de Ilias, dode Hector. Achilles. 3. Definitief uitgeschakeld na aanval Cassius en Brutus. Caesar. 4. Beschermer van reizigers en kooplieden en boodschapper van Zeus. Hermes. 5. Romeinse god van het water en de zee. Neptunus. 6. Zoon van Zeus moest 12 opdrachten vervullen die hem onsterfelijk zouden maken. Heracles. 7. Koning van Sparta. Sneuvelde in de strijd tegen de Persen. Leonidas. 8. Romeinse godin van het toeval en het geluk. Fortuna. 9. Persische koning die slag bij Thermopylae won. Xerxes. Stop. Denk dat er wel 5 goed zijn. Dat is voldoende. We zien om te beginnen de godenzonen. Nou, Ajax. Ja. Griekse held uit de Trojaanse oorlog werd door Odysseus overwonnen. En dat zit Louis van Gaal nog steeds niet lekker. Het is goed. Hoofdfiguur in de Ilias, dode Hector. Dat was Achilles. En definitief uitgeschakeld werd Caesar na een aanval van Cassius en Brutus. Dat is de 3e goede. Beschermer van reizigers en kooplieden, Hermes. Ook goed. En hier met zijn drietand Neptunus, de 5e goede. Over nu naar Almelo, naar Heracles. Zoon van Zeus. Is correct. De koning van Sparta, die sneuvelde in de strijd tegen de Persen. Ook lekker, Leonidas. En de Romeinse godin Fortuna. 54. Persische koning die slag bij Thermopylae won. Dat was Xerxes. Ja, het gaat heel goed met u. Vindt u niet? Geweldig. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Nou, mensen weten eigenlijk niet wat hij weet. Nee, maar met u valt het reuze mee, lijkt me zo. En, nou, ik ben niet ontevreden. Nee, vraag 4 dan maar. Bij het vertalen van de Bijbel zijn in het verleden regelmatig fouten gemaakt met Mozes als voornaamste slachtoffer. Die werd als gevolg van zo'n fout eeuwenlang op schilderijen afgebeeld met 2 horentjes op zijn hoofd. Maar eigenlijk, volgens de oorspronkelijke tekst, weet u het? U weet toch alles, dus wat had er moeten zitten? Ja, ik ken het verhaal, maar ik kan er nu niet. Stralenkrans. En ik dacht aan een kroontje, maar nou, ik zat er niet ver naast. Daarom. 9 bijbelboeken.
Genesis, Exodus, Hooglied, Psalmen, Samuel, Job, Matthäus, Petrus en Openbaring. Ik vertel iets over elk boek. En dan moet u zeggen welk Bijbelboek ik bedoel. Ja. U hoeft er niet steeds 9 goed te hebben, hoor. Nee. Waarschuwing vooraf. Ach, ik doe gewoon mijn best. 1. Liefdeslyriek tussen bruid en bruidegom. Hooglied. 2. Een gelovig man wordt zwaar op de proef gesteld. Job. 3. Profeten die Saul en David aanstelden als koningen. Samuel. 4. Brieven van een apostel aan de gelovigen. Petrus. 5. Eerste evangelie verkondigt. Matthäus. 6. Mozes leidt de Israëlieten uit Egypte. Exodus. 7. Verzameling liederen en gebeden. Psalmen. 8. Abraham wordt verkozen tot vader van een groot volk. Openbaring. 9. Visioenen van Johannes over het einde der tijden. Nee, sorry. Dat is de Openbaring en waar ik zei Openbaring moet het zijn Genesis. Stop. Ik dacht dat u gewoon een spanning erin te houden één foutje ging maken. Niet? Het is, je vergis je gauw. Oké. Nou ja, u wil geen joker? Nee, ik denk dat ik er wel 5 goed heb. Ik sluit het niet uit. We gaan het nu meteen zien. Ik heb het maar gehad. Liefdeslyriek, doe het rustig aan. Liefdeslyriek tussen bruid en bruidegom. Hooglied is natuurlijk goed. De gelovige man die zwaar op de proef wordt gesteld door God, dat is Job. En de profeet die Saul en David aanstelde als koningen, Samuel is 3e goeie. De brieven van een apostel aan de gelovige de apostel. Petrus is goed. Het eerste evangelie, meer hoefde ik al niet te zeggen. En toen zei u Matthäus. Gefeliciteerd, want deze eerste ronde is voor u. Dank u wel. Mozes en de Exodus is goed. De verzameling liederen en gebeden noemen wij de psalmen. En Abraham wordt verkozen tot vader van een groot volk. Genesis is goed. Visioenen van Johannes over het einde der tijden. De openbaring van Johannes. Dat heeft u goed gezien. 1440 gulden. Meer kan u niet verdienen in zo'n eerste ronde. 6 jokers. Nee, het is allemaal maximaal. U heeft 28 seconden over. Daar heeft u nu niks aan. Maar over heel veel tijd misschien wel. Volgende week in elk geval. We gaan naar moeilijke vragen zoeken voor een tweede ronde. En nu een tweede ronde deze eeuw. Mijn naam is Joke Versteeg en ik kom uit Breda. En ik werk bij een grote zoetwarenfabrikant in Breda. Ja, ik had bedacht. Als kantoorfunctie. Ja, ik had bedacht een meisje uit de suikerwerkfabriek dat nooit in de fabriek komt. Want dat zei u vorige keer. Als je daar werkt op kantoor, dan zie je de fabriek nooit. Nou, zelden of nooit. Ja. Zelden. Ja. Hoe komt u dan aan de drop? Hoe ik aan drop kom, ja. Wij verkopen dat monsters. Nee, maar voor uzelf, voor de eigen consumptie. Oh, wij krijgen iedere maand wat, hè? Echt waar? Dat hoort bij het loonstrookje. Dat hoort bij het loonstrookje, ja. Dus u rookt niet meer? Ik rook nog ook. Oh, ja. De tweede ronde deze eeuw, daar speelt u. Het ging vorige keer heel goed. Ja, zo goed als de eerste ronde net ging, dat is bijna niet te halen, hoor. Ja. Maar gelukkig doet u deze eeuw, dus er is toch al verschil. Ja. Veel succes bij de eerste vraag. In de 5e eeuw kwam de bisschop van Auxerre zijn Engelse geloofsgenoten te hulp in hun strijd tegen de Picten en de Saksen. De bisschop trok met een groep ongewapende mannen de vijand tegemoet. En toen die in zicht kwam, begon men luid lofliederen te zingen. De vijand vluchtte en de vreedzame zegen werd de Halleluja-overwinning genoemd. 9, ja, het is een heel christelijk programma vandaag. We hebben nu weer 9 progressieve christenen. Het kan niet op. Hier hebben wij de heer Buskus, Jurgens, Erik Jurgens, Ian Dales, David van Ooyen, Katie Ubels, Jan-Nico Scholten, Cindy Strikwerda, W.F. de Gaai Fortman en Hanny van Leeuwen. Wij noemen deze allemaal progressieve christenen. U gaat ze zien en voor zover nodig ga ik ook iets vertellen over hun heldendaden. U moet zeggen om wie het gaat. 1. AR-minister in kabinet. W.F. de Gaai Fortman. 2. Voorzitter, comité, kruis. Cindy Strikwerda. 3. Hervormpredikant. Buskus. 4. Vormde vanaf 82. Katie Ubels. 5. Ex-KVP. Erik Jurgens. 6. Dominicaan was Partij van Arbeid Kamerlid. David van Ooyen. 7. Woordvoerder Sociaal. Hanny van Leeuwen. 8. Voorzitter Vluchtelingenwerk. Jan-Nico Scholten. 9. Directeur. Dales. Stop. Heeft u de 6 goed? Ja. Nee, dat is de vraag die u van mij 4 keer kunt verwachten. Ja, ik heb de 6 goed. Heeft u de 6 goed. Progressieve christenen. Christenen. AR-minister in het kabinet Den Uyl. En dat die AR toetrad tot het kabinet was op zich al progressief. W.F. de Gaai Fortman is de eerste goeie. En het voorzitter van de comité Kruisraketten, nee, is Cini Strikwerda.
de hervormd predikant in Amsterdam, anti-militarist en lid van de SDAP, Jacobus Johannes Buskus, de Rode Dominee, is goed. Eenmansfractie had zij met de Evangelische Volkspartij, opgegaan in GroenLinks, als ik me niet vergis, Katie Ubels. En dit is een ex-KVP'er. Hij richtte de PPR mede op en is nu Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Erik Jurgens.